familie was ontzettend dierbaar voor ze. Ja, het was alles voor hun. Ze hadden helemaal niemand meer na de oorlog op een nichtje na en een tante na. Maar de familie die ze daarna hadden gesticht was zo belangrijk voor ze dat ze alles uit het leven hebben gehaald. De grootouders van Deborah hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. Toch is het een onderwerp dat in de familie niet of nauwelijks wordt besproken. Deborah is al ruim 2 jaar bezig met haar onderzoek om te achterhalen welke route haar opa en oma, Hartog en Hendrina Kalkoenen, hebben afgelegd tijdens de oorlog. Duidelijk zichtbaar waren de tattoo-nummers op hun armen, maar dat was zoals het was en we vroegen er niet naar. Op meerdere manieren doet het wat met mij. Het geeft me een bepaalde vrijheid dat ik eindelijk weet, na zoveel jaar, ik ben nu 39, dat ik nu weet waar heb ik al die jaren dan mijn mond over moeten houden. Dus het geeft een soort van bevrijding. Emotioneel doet het ook wat met me, want er komen dingen naar boven ja, wat best wel pijnlijk is om te lezen. Het besef, het idee wat ze hebben meegemaakt, dat mijn opa en oma waren, ja, dat kan soms heel naar zijn om te lezen. En hierdoor, door de verhalen, door waar ik achter kom, leer ik mijn opa en oma kennen. Wat ze in de kamp hebben moeten doen, hoe lang ze daar zijn geweest. Ook deels qua sterkte van hun karakter, dat begrijp ik nu. Het waren oermensen, ze hadden een oerkarakter. Dat leer ik nu meer begrijpen van ze. Ja, kon ik maar tegen ze zeggen, jeetje, dat jullie dat hebben mee moeten maken. Maar dat kan nu helaas niet meer, want ze leven niet meer. De familie van Deborah's opa is vanuit hun huis in de Valkenierstraat in Amsterdam gescheiden, opgepakt en vervoerd. Hier liggen 3 struikelstenen. Half juli 1942 zijn ze hier opgepakt en op transport gesteld naar de Hollandse Schouwburg via het Muiderpoortstation naar de Hollandse Schouwburg. En verder getransporteerd, gedeporteerd naar kamp Westerbork. Maar dit was hun laatste woonadres. Hier hebben ze voor het laatst nog als gezin gewoond en geleefd. Het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. Wat betekent dat voor jou? Nou, zeker in deze tijden is het heel belangrijk om goed te beseffen dat vrijheid niet te koop is en dat je het niet cadeau krijgt, dat je er wel wat voor moet doen. Hoeveel van jouw vragen zijn op dit moment beantwoord? Nog lang niet. Nee. Dus het onderzoeken gaat nog altijd door.